namens het stadsbestuur, maar misschien ook wel namens de inwoners van de stad. Want ja, Elisabeth is toch een vrouw die heeft heel veel betekend voor onze stad. Voor Nissewaard, voor Spijkenisse en in het bijzonder voor Noord. En wat heeft ze nu betekend? Nou, Elisabeth was een mensenmens. Elisabeth die zat vol in initiatieven, maar die initiatieven waren altijd gericht om het samenbrengen van mensen. En Elisabeth die vond het heel belangrijk dat mensen samen dingen met elkaar deden. En waarom is dat zo belangrijk? Enerzijds, het voorkomt eenzaamheid, maar als mensen samen dingen doen, als mensen elkaar kennen, dan ben je ook bereid om iemand die hulp nodig heeft, ook die hulp te geven. En dat soort dingen, die vond Elisabeth zo belangrijk. En wat dat betreft was Elisabeth, dat schiet me nu in gedachten, gewoon de voorloper eigenlijk van het thuis in de wijk systeem, waarin we zeggen van, mensen moeten veel meer naar elkaar omkijken. En ja, dat zat bij Elisabeth in de genen, dat mensen naar elkaar omkijken. En daarom is het ook zo belangrijk dat we op deze manier, Elisabeth bij ons blijven houden, dat we de gedachten aan Elisabeth, maar vooral de dingen die ze deed en wat goed is voor inwoners en hoe mensen met elkaar samen moeten leven, nou, dat we daaraan blijven denken door dit pleintje de naam van Elisabeth te geven. Dus ik zou zeggen, omdat we Elisabeth nooit vergeten, daarom deze naam. Tossos, mag ik?